Wordt het donker in Almelo aanstaande vrijdagavond? In het Oeppark in ieder geval wel. En het zou fantastisch zijn wanneer dat in de rest van de stad ook gebeurt. Want het is de Nacht van de Nacht. Een landelijk event dat extra aandacht vraagt voor het verminderen van lichtvervuiling. Het Natuurhuis en het Oeppark zijn in overleg met de gemeente in algehele duisternis gehuld. En IVN en Astrona organiseren speciale activiteiten. Zo is er vanaf 5:30 een stamppottenbuffet bij kaarslicht. En gaat IVN vanaf 7:00 iedere 60 minuten met een Jan Plezier naar de Gravenallee voor een zintuigenwandeling. Vleermuizendetectie, nachtvlinders, uilen, spannende verhalen en meer. Astrona gaat, mits het helder weer is natuurlijk, met telescopen de nachthemel observeren op het Westeras en geeft in de A-zaal van het Natuurhuis een presentatie. Aanmelden via www.natuurhuisalmelo.nl.